Welkom allemaal bij een nieuwe les. Deze les is vakoverschrijdend en hier worden twee vakken geschiedenis en Duits gecombineerd. Lesinhoud gaat over indoctrinatie en dan met name over de context van indoctrinatie in Nazi-Duitsland over de Tweede Wereldoorlog. De onderwerpen die we deels en grotendeels bespreken zijn Nazi-Duitsland, de Hitlerjugend en het term indoctrinatie. Ontzettend wil ik alvast melden dat we het niet over de Tweede Wereldoorlog zelf gaan hebben, ook niet over het ontstaan, maar vooral kijken naar het begrip indoctrinatie en dat in de context van Nazi-Duitsland zetten. En wat zou dat betekenen voor ons hedendaagse bestaan? Deze les is eigenlijk een combinatie van het vak geschiedenis en Duits, waarbij we kijken naar indoctrinatie in het algemeen, indoctrinatie in Nazi-Duitsland, de betekenis van indoctrinatie en de macht van propaganda, want propaganda en indoctrinatie gaan namelijk hand in hand. Welke rol speelde indoctrinatie en propaganda in een schuldvraag? En daarmee bedoelen we dus eigenlijk, mensen die geïndoctrineerd zijn, moeten wij die eigenlijk de schuld geven van hun wandaden? Noem even een voorbeeld, als iemand geïndoctrineerd is en die krijgt het idee van, ja, dat soort mensen moet je doodschieten, want dat is goed, die is helemaal gehersenspoeld. Moeten we die mannen of die mensen dan nog steeds de schuld van geven? Moeten we ze dat kwalijk nemen? Achter dat soort vragen, daar zullen we vandaag eens even kijken of we daar een antwoord op kunnen geven. We gaan het althans proberen. En dan zit er eigenlijk nog een opdracht aan vast, maar die hoef je niet per se actief mee te doen. Hij is wel interessant, moet ik eerlijk zeggen. We bekijken even een Duitse tekst van een Nederlandse death metal band. En het heet Kindertodeslied. En wat dat allemaal te maken heeft met indoctrinatie, daar komen we zo allemaal op. Ja? Goed. Gaan we beginnen. Uit het Latijn indoctrina komt het dus het woord onderwijzen. Alleen indoctrinatie is een andere vorm van onderwijzen dan dat wij gewend zijn. Het is een vorm van manipulatie, let op, manipulatie, door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Je ziet hier misschien wel een klein element uit La Légion étrangère, oftewel Frans Vreemdeling Legioen, waarbij een van de motto's ook is, gehoorzaam als een hond. Er is één weg. En die volgen we. Alle neus moeten dezelfde kant op staan. En als je een afwijkende mening hebt, nee, wordt gestraft. Heb jij een aanvechtbare overtuiging, oftewel, nou, is de overtuiging aanvechtbaar? Kun jij er allemaal redenen voor geven? Kun jij zeggen, want ik ben het daar niet mee eens? Nee, niks ervan. Je wordt eigenlijk dusdanig gevormd om die mening gewoon klakkeloos aan te nemen. Dus, en de kenmerken hiervan zijn ook, je krijgt straf tegenover het bespreekbaar willen maken van de over te dragen overtuiging. Je wordt gewaarschuwd tegen afwijkende meningen. Je wordt gewaarschuwd tegen bronnen met andere meningen. En in grote gevallen kun je dus gewoon spreken van hersenspoeling. Dat zijn bijna alle gevallen is dat ook zo. En dat is in Nazi-Duitsland is dat eigenlijk helemaal niet anders gegaan. Alleen wat nou heel bijzonder was in Nazi-Duitsland is dat het van bovenaf kwam. Het hele onderwijssysteem en het extracurriculum, zoals ik dat even wil noemen, de buitenschoolse activiteiten, die stonden ook allemaal in teken daarvan. En niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen. Want het moest de hele samenleving pakken. Maar ja, de nieuwe generatie, die moest natuurlijk als eerst. En indoctrinatie gaat hand in hand met propaganda. En het is eigenlijk zo belangrijk geweest dat er zelfs een ministerie is aangesteld met Joseph Goebbels als minister van propaganda. En dit is eigenlijk een man die eigenlijk bepaalde van, hey, wat moeten we nou wel en niet vertellen aan het volk, wat moeten we wijs maken, welke kant moeten we op en welke richting moet al onze neuzen staan. Dat is de koers, oké, dit is wat we gaan doen. En dat zijn allemaal beslissingen van deze man geweest. En het is niet, weet je, het begint misschien met een paar affiches en wat posters en een simpele tekst. Maar uiteindelijk groeit dit uit tot allemaal van die jeugdbewegingen zoals de Hitlerjugend. En allemaal acties als posters en affiches schrijven. Zoals de bekende Action T4. Hè, waarbij mensen worden opgeroepen van geestelijk gehandicapten. Die moeten een spuitje krijgen. Want onder andere ze zijn inferieur, et cetera. En dat is wat we elkaar wat we geleerd hebben. Dat is de rassenleer, et cetera. Propaganda helpt daaraan. Ik wil niet zeggen dat het altijd een goede bedoeling heeft. Alleen deze mensen waren dus overtuigd dat dat goed was. Dat is een kenmerk van indoctrinatie. Als je gehersenspoeld bent, je weet eigenlijk niet meer heel goed wat nou echt goed of fout is. Je bent overtuigd dat goed voor jou goed is. Maar ja, een ander komt eraan en die zegt, nee, dat wat jij goed vindt, is gewoon fout. Dat is een enorme cultuurshock. Kijk even naar buitenschoolse activiteiten. Dus als je het onderwijs eruit gaat. Ja, de meeste mensen, of eigenlijk iedereen, moest gewoon de Hitlerjugend doen. En daar kwamen natuurlijk ook allemaal posters en affiches om de jeugd te bevorderen. En ze gerust te stellen van, hey, dit is heel normaal, iedereen doet het. En dit is de goede weg. Zowel jongens, meiden, allemaal in de Hitlerjugend. En ja, ook de Hitlerjugend
wordt aangevoerd of staat onder leiding van iemand in de Baldur von Schirach. En die moest natuurlijk gaan kijken van, hé, hoe worden deze kinderen buitenschool nog eens een keer extra opgevoed in de natieleer? Alles draaide om de omschakeling van het gewone van de Weimarrepubliek richting nazi-indoctrinatie, de nazi-doctrine, sorry, van, hé, wat is volgens ons goed? En wat de nazi's goed vonden, is juist iets wat wij helemaal niet goed vinden. En desondanks is het de nazi's gelukt, het is heel vreemd, maar hoe is het dus eigenlijk dan mogelijk dat een racistisch regime, zoals de nazi's, toch aan de macht is gekomen? En dat ze aan de macht komen, dat is dan één ding. Maar dat het dan ook nog eens gelukt is om het grootste deel van de bevolking te hersenspoelen of te indoctrineren, dat is dan nog wel heel erg opmerkelijk. Maar dat komt allemaal weer terug in symboliek. Kijk weer naar de vlaggen, waarbij nationalisme een grote rol speelt. Nationalisme en trots. In bepaalde gevallen kan het heel mooi zijn, maar in sommige gevallen draagt dat ook gewoon heel erg ver door. Men neemt de boeddhistische of de hindoeïstische swastika over en de Germaanse rune. Men wordt gezegd van wij zijn echte edelgermanen, de beste onder de Germanen. En kijk ook gewoon even naar dit soort vlaggen. Kijken waar de muis is. Ja, ik heb hem. Dit is echt iets typisch verleden Duitsland, daar zou ik zeggen. Dit is de vlag van het keizerrijk of Koninkrijk Pruisen. Dit is de marinevlag van Koninkrijk Pruisen. De SS-runeteken. Nou, daar hebben we het swastika weer. Weet je, dit zijn allemaal symbolen die teruggaan naar een bepaald verleden. En met name Koninkrijk Pruisen, het IJzeren Kruis. Dat is allemaal echt typisch Duits, want dat is echt de legacy, om maar te zeggen, de erfenis. Want wij, de Koninkrijk Pruisen, was de sterkste staat onder alle Duitse staten. En dit draaft allemaal door richting de oude Pruisische orde, het IJzeren Kruis, Kruis van Verdienste, Ridderskruis, Spanjenkreuz. Dat allemaal medailles wel ontwikkeld, want dat helpt natuurlijk ook mee met trots. En men werd dat natuurlijk geleerd als jongen zijnde van, hey, als je later groot bent, dan kun je soldaat worden. Want soldaat is de schönste man in ganz Reich. Oftewel, de mooiste man in het Rijk is een soldaat. En al die medailles op je borst, jongen, dan zijn wij trots op jou. Voor oorsprong zijn dit natuurlijk allemaal Pruisische oorkonden, vooral het IJzeren Kruis. Het kruis zelf is een Pruisische oorkonde. Maar dit is niet alleen voor mannen. Kijken we even hierna, dan hebben ze ook nog eens een keer iets ontwikkeld voor vrouwen. Want de dames, de jonge meiden, worden vanaf de Bundesdeutsche Mädchen, worden natuurlijk ook geïndoctrineerd. En waarin? Nou, er moesten gewoon meer nazi's komen. En het liefst jongetjes natuurlijk, want die konden dan het leger in. En dat later komt natuurlijk wel wat meer meiden erbij. Dat heb je natuurlijk niet zelf in de hand. Maar de bedoeling was, er moeten meer kinderen komen. En hoe stom het ook klinkt. En geloof me, dit is echt zo. Hoe stom het ook klinkt. De bronzen medaille kreeg je bij. Ik pak hem even bij. 5 kinderen. Had je 7 kinderen. Dan kreeg je 7 zilveren medaille. En de gouden kreeg je bij 10 of 11 kinderen. Kan nog een keer opzoeken of die aantallen kloppen, maar het waren er best wel wat en het is trapsgewijs, gaat het omhoog. En dan denk je van, heb je zoveel kinderen gebaard en dan krijg je een medaille? Je hebt geen idee wat het voor heel veel geïndoctrineerde mensen en jonge dames, die uiteindelijk moeder werden, betekende om buiten op straat te lopen of op feesten te komen of galabals met zo'n medaille. Men kon dan zien van, kijk, dat is een goede Duitse moeder. Die is helemaal goed opgevoed in de nationaal-socialistische leer, daar kunnen we trots op zijn. Ook dit draagt allemaal bij aan de vorm van indoctrinatie. De opdracht zelf is, dus wat ik al zei, het is vak overstijgt, het is niet alleen geschiedenis. En er zit ook een Duitse opdracht aan vast. De Kampen Death Metal Band Mongol Death Cult heeft een nummer gemaakt waarbij ze techno en death metal combineren. En wat ze eigenlijk gedaan hebben, is dat zij elementen uit de film Der Untergang hebben genomen en dat in een nummer hebben gestopt, waarbij de tekst gewoon volledig in Duits is. Maar de tekst gaat ook over indoctrinatie van kleine kinderen uit Hitlerjugend, die als allerlaatste de allerlaatste weken slash maanden van de oorlog in werden gezet als kindsoldaten. Men kreeg een panzervouw in handen, men kreeg misschien een pistool, men kreeg een geweer, prima, maar ze werden in de frontlinie gezet. En dat allemaal wanneer Berlijn een frontstad was. Dus het gaat er eigenlijk om, de tekst gaat voornamelijk over hoe kinderen werden geïndoctrineerd en toch als kanonnenvoer werden gebruikt. Waarom? Voor het hogere doel. Kijk even naar het eerste couplet wat in Duits is. Voornamelijk, das Hakenkreuz ist unsere Sonne, der Sieg ist ein Gebot, das Reich ist das Paradies auf Erden und der Führer ist unser Gott. In der Schule lernen wir Geschichte, die Geschichte unseres Volkes. Deutschland siegt an alle Fronten und die Welt ist ganz wehrlos. Ja, dit wordt uiteindelijk in het nummer ook gezongen door kinderen. Maar je moet het hele nummer maar even een keer meemaken of een keer horen.
Het is vrij heftig muziek, daar waarschuw ik altijd voor. Maar de link die je net zag, die gaat dus wel naar een video met zowel Duits als Engelse ondertiteling. Het is toch wel de moeite waard om een keer naar te kijken. Ah ja, goed, dan uiteindelijk is het een kwestie van indoctrinatie van jeugd ja, tot soldaat. Je kon eigenlijk bijna alles worden als je een goede natie was. Dat zei ze natuurlijk ook. Je kon een carrière krijgen in het leger, de SS, politie, criminale politie, Sicherheitsdienst, Gestapo. En als je echt de beste was, dan kon jij horen bij de Leibstandarte. Oftewel de lijfstandaard van de lijfwacht van Adolf Hitler. De persoonlijke, de meest elite van de elite. Oftewel de eerste divisie van de Waffen-SS. Je ziet ook een embleem, dat is een sleutel, nou, ook wel genoemd de sleutel van het Rijk. Waarom sleutel van het Rijk? Ja, goed, dit zijn de mensen die Adolf Hitler bewaken, onder andere ook de Rijksdag. De video zelf hebben we geen tijd voor te behandelen, in verband met screencasting had het niet goed gegaan. Deze kun je trouwens wel vinden op YouTube. Moet je even zoeken naar SS Officer Shoots Jewish Girl. Dit is een scène uit de serie Unser Vater, Unsere Mutter. Ook wel bekend als Generation War. En wat het hele bijzondere is dat dan bepaalde Oekraïense mensen, mede politiestanders, mede collaborateurs, die zorgen dus eigenlijk dat heel veel Joodse inwoners opgepakt worden. En twee soldaten van de Weermacht die zien dus dat een Joods meisje opgepakt wordt en die wordt geslagen. En een daarvan zegt: hey, stop. En iemand die draait zich om. Op een bepaald moment richt de Duitse soldaat zijn geweer en die zegt: staan blijven en loslaten. Nou, er komt er een luitenant van de Weermacht bij. En die ziet al van die man, die snapt er niks van, want die spreekt geen Duits. En uiteindelijk komt er een SS-officier bij. En die zegt uiteindelijk van, nou, laat hem gaan. Dus die man gaat weg. En dan komt er een discussie. Nou, de discussie is van, de luitenant die zegt dus tegen het SS-officier, alle burgers vallen onder de Weermacht. Ja, waarop de SS-officier zegt, nee, dit is geen gewone burger, dit is een Joods meisje. Dus, en ik heb mijn bevelen. Bevel is bevel. En nou, uiteindelijk geeft de SS-officier toe en die zegt, nou goed, zoals u wilt, luitenant, zij is dan uw zorg, prima. Nou, luitenant gaat weg, de SS-officier biedt haar een snoepje aan en hij doet zijn snoepjes even weg. En zonder dat zij het weet, pakt hij meteen zijn pistool en schiet haar in het achterhoofd. Alleen de vraag is natuurlijk van, hey, kunnen we of moeten we deze man kwalijk nemen dat het meisje doodgeschoten heeft? Want ook deze man, vooral in de SS, waar we net ook over gehad hebben, van jeugd tot soldaat, heeft een bepaalde vorm van indoctrinatie gekregen. En in zijn geval een hele extreme vorm. Waarop heel veel mensen later ook zeiden: van dat is mij altijd aangeleerd. Is het dan verkeerd om te denken dat het fout is? Nou, is het verkeerd om te denken dat het goed is om iemand dood te schieten? Maar dat is mij altijd geleerd. Wij werden aangeleerd, de Joden zijn de vijand van Duitsland, et cetera. Ga zo maar door. Dus je kunt eigenlijk een discussie houden van nee, het meisje is doodgeschoten, dat is per definitie altijd fout. Anderzijds kun je ook bijna zeggen van, en dit is misschien wel heel extreem, van nee, eigenlijk is hij ontoerekeningsvatbaar, want hij wist helemaal niet zo goed wat hij deed, want hij is geïndoctrineerd. Oftewel, hij kreeg compleet andere dingen aangeleerd. Maar op dat moment, dat is weer meteen de counter tegen zijn, op dat moment wist hij donders goed wat hij wilde en wat hij deed. Dus gaat het nou echt om geweten of gaat het nou echt om daden? En dat is eigenlijk de discussie waar het in deze les eigenlijk over gaat. Maar daar kun je zelf ook over nadenken. Dan kijken we weer naar wat is indoctrinatie. We hebben er eigenlijk wel een antwoord op gegeven. Voornamelijk hersenspoeling. Alles wat jij bespreekbaar wil maken, daarvan wordt gezegd van nee, dat is het niet. Je kunt indoctrinatie op verschillende vormen bekijken. Het is ook toepasbaar op verschillende manieren. In heel veel extreme gevallen kun je bijna zeggen van ja, het wordt ook toegepast in de religie. Als je kijkt naar protestantisme, katholicisme, calvinisme, lutheranisme. En het aanpakken van ketters in de 16e, 17e, 18e eeuw, noem het maar op. Vooral tijdens de regie van Hendrik de VIII. En de opkomst van het lutheranisme met Maarten Luther. Sorry, 15e, 16e eeuw. Excuus. Nou ja, dat zijn wel allemaal dingen, daar kun je over nadenken. Is dat ook indoctrinatie? Goed, tot zover deze les.